2020. Een jaar waarin de Showbizsite nog nooit zoveel bezoekers heeft gehad. En terecht, hè. Want de Showbizsite ken ik als een website die prachtige reportages maakt over allerlei artiesten in Vlaanderen. En ik ben daar zelf heel erg dankbaar voor. En ik weet zeker dat jij ook ongelooflijk geniet van alle reportages en alle informatie die je kan vinden op de Showbizsite. En daarom hoop ik dat 2021 nog meer bezoekers mag brengen. 2020 was ook een heel erg vreemd jaar, maar mensen die mij kennen, die weten dat ik nooit negatief naar de zaken kijk. Je wint daar gewoon niks mee, dus je kan maar beter positief kijken naar bepaalde dingen. Dus wat heb ik geleerd uit 2020, of welke dingen zijn mij opgevallen? Wel, dat we veel meer respect moeten hebben voor mensen die zorgen voor ons. Dat dokters en verpleegsters, dat we dat allemaal voor vanzelfsprekend nemen en dat het helemaal niet... Dat het helemaal niet zo mag, dat hoort zo niet. We horen dankbaar te zijn voor iedereen die zij helpen. Ik heb ook geleerd dat je vriendschap niet zomaar voor vanzelfsprekend mag nemen. Dat je vrienden, ook al zijn ze ver weg, dat je die vriendschappen moet onderhouden. En als je ze onderhoudt, dat je dan extra gelukkig wordt. 2020 is ook voor veel mensen een jaar geweest om eventjes stil te staan, om te reflecteren bij hoe ze in het leven staan op dit moment en of dat al wel de juiste manier is. Of ze niet beter op een andere manier kijken naar hun eigen leven of naar de wereld. En wat voor invloed dat bijvoorbeeld de media heeft op ons. Of dat we ons niet zo snel moeten laten bang maken. Want als we gewoon gezond eten, dat we dan allemaal een top immuunsysteem hebben. En dat we dan echt wel wat aankunnen. En 2020 heeft er ook voor gezorgd dat ik heel dankbaar ben dat ik mag leven. Dat ik mag leven op deze prachtige wereld, in deze prachtige tijden, met heerlijke communicatie naar de buitenwereld toe. Want stel je voor dat we dit zouden meemaken in een tijdperk waar bijvoorbeeld deze videofilmpjes niet mogelijk waren. Of dat we niet konden bellen, of dat we geen brieven konden schrijven. Dan waren we heel wat slechter af. Dus, lieve mensen, ik wens jullie allemaal in 2021... en de hond blaft op de achtergrond. Ik wens jullie allemaal in 2021 een heerlijk jaar. Vooral vol gezondheid. En ik hoop dat we elkaar binnenkort nog eens op een podium kunnen tegenkomen. Bye bye en dankjewel.